Ik verwacht een groot feest met ongeveer dik 70 deelnemers, veel bezoekers en hopelijk goed weer. Komend weekend dan barst carnaval weer los met vele feesten en optochten. Ook in Klarenbeek, waar ze een paar jaar moesten wachten, staat zaterdag weer een optocht gepland. En dat betekent dat de bouwers nog snel de laatste hand aan hun creatie moesten leggen. De laatste hand wordt gelegd aan de nagelnieuwe carnavalswagen van carnavalsvereniging De Neutenkrakers. De tijd dringt, want na maanden van voorbereidingen moet hij over een paar dagen af zijn. De optocht duurt gemiddeld denk ik een uurtje of tweeënhalf misschien. En het bouwen, ja, uren zou ik ze niet durven te zeggen, maar het is vanaf oktober tot nu. En gemiddeld met een man of 10. Gelukkig dus maar dat het niet alleen om de optocht gaat, maar ook om de tijd dat de leden samen hun wagens bouwen. Omdat de optocht de laatste jaren door corona en slecht weer niet doorging, kijken de leden uit naar het weekend. Ik verwacht een groot feest met ongeveer dik 70 deelnemers, veel bezoekers en hopelijk goed weer. Deze wagen staat al een paar jaar praktisch ongebruikt te wachten. Het deel in de garage komt daar vanmiddag nog bij en dan moeten alle elektra en bewegende delen nog wel werken. Draaien, bewegen, muziek, rook, special effects, confetti. Dus daar ben ik druk mee met de voorbereidingen. En dan hoop ik dat ik dat tijdens de optocht allemaal werkend kan laten zien. We laten de volledige wagen nu nog niet zien. Want wie wil zien hoe het er precies uitziet, moet komend weekend maar langs de route staan. En je moet de wagen ook beleven samen met alle bewegende delen. De loopgroep, de prins en proces die erop staat. En het is wel de combinatie, alles bij elkaar, wat de wagen zo mooi maakt. Ja. Dus nog even doorwerken en als alles lukt zie je de wagen zaterdag in de optocht van Klarenbeek. En zondagmiddag in die van Wilp Achterhoek.